Kijk nou eens. Deze koning kijkt niet vriendelijk. Waarom is dat zo? Jozef en zijn broers zijn al lang gestorven. Nu is er een nieuwe farao koning in Egypte. De kinderen van Jozef en zijn broers hebben ook alweer kinderen gekregen. Er is een grote groep Israëlieten. Het volk groeit. Elke keer als farao door het land gaat en al die huizen en tenten ziet van de Israëlieten, wordt hij er zenuwachtig van. Er zijn er veel te veel. Daarom kijkt hij nu zo boos. Hij roept zijn knechten en zegt: "We moeten een plan maken. Want stel je voor dat er oorlog komt in ons land. Dan zullen de Israëlieten natuurlijk onze vijanden helpen, of ze gaan misschien zelfs weg." Weet je wat we moeten doen? Ik heb mensen nodig die opzichters kunnen zijn. En dan zullen we de Israëlieten heel hard laten werken als slaven. De Israëlieten moeten grote steden bouwen voor farao. Ze moeten zorgen dat er genoeg zand is. Ze moeten stenen bakken. Ze moeten bouwen. Ze zijn heel erg druk. Zie je de opzichters? Ze zijn zo wreed. Ze slaan de Israëlieten en zeggen: Je moet harder werken, nog harder. Maar hoe meer ze de Israëlieten onderdrukken, hoe groter het volk wordt. Want dat heeft God al beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob. God doet altijd wat hij belooft. Zijn volk wordt een heel groot volk. Dan bedenkt Varo een nieuw plan. Hij roept de verloskundigen naar zijn paleis. Dat zijn vrouwen die altijd andere vrouwen helpen als er een babytje geboren wordt. Varo zegt tegen hen, als je ziet dat er een jongetje is geboren, moet je hem vermoorden. Als het een meisje is, geeft het niet. Die mag wel blijven leven. Maar deze twee verloskundigen vrezen de heren. Zij weten dat je niet iemand mag vermoorden. Zij weten ook dat elk kind een zegen is van de Heere God. Dus elke keer als ze een moeder helpen die een kindje krijgt, laten ze de baby leven. De gezinnen worden groter en groter, en er worden steeds meer Israëlieten geboren. Farao roept de verloskundigen opnieuw naar zijn paleis en zegt Wat hebben jullie nu gedaan? Waarom doden jullie de kleine babyjongetjes niet? De vrouwen zeggen Omdat ze elke keer te laat zijn. Als wij bij de Israëlitische vrouwen komen, is de baby al geboren. Omdat deze vrouwen de Heer gehoorzamen, zegent hij hen met eigen kinderen. Zij krijgen ook een gezin. De Heere God vindt het fijn als je hem gehoorzaamt. Hij ziet wat je voor hem doet. Hij kan jou daarvoor belonen. De slechte koning Farao bedenkt opnieuw een heel slecht plan. Hij roept soldaten. Jullie moeten de huizen ingaan en kijken of je baby's vindt. Als het een jongetje is, dan neem je het mee en gooi je het in de rivier. Ik wil geen groot volk van Israëlieten in mijn land. Wat zal de Heere nu doen? Zal hij voor zijn eigen volk blijven zorgen? Wat denk jij?